We zijn hier in de pastorie in Millingen bij pastoor Rudo Franken. Onlangs hebben we al geïnterviewd, maar tijdens deze coronatoestanden verandert er elke dag weer iets. En zo is er onlangs ook wat veranderd van de planning van de pastoor. Die wilde in kleine kring nog wat diensten doen in de kerk. En later kwam het bericht vanuit het bisdom dat dat niet meer kon. En vandaar dat de hele planning aangepast is nu. Rudo, wat is er allemaal veranderd en hoe gaat het nu gebeuren? Besloten vieringen die kunnen helaas niet meer. Dus het is nu uitdrukkelijk gemeld dat er geen andere gelovigen aanwezig zijn dan alleen de bedienaren. Dat neem ik wel ruim. Dus de koster kan erbij zijn en een lector die zich aanmeldt. Palmzondag mogen dat er 2 zijn en Goede Vrijdag ook en de Paaswaken ook. Dus, maar die zijn allemaal niet op het priesterkoor natuurlijk, daar ben ik alleen. Ja, het is heel anders. Dat kwam vanmorgen, sloeg dat bij mij eigenlijk wel als een bom in. Ik dacht van nou, we kunnen wel toch samen vieren, maar ja, het heeft ook wel een behoorlijke impact op mijzelf, persoonlijk. Dus dat we niet samen kunnen vieren, nu maar in zeer beperkte kring. Maar dus wel uitdrukkelijk ook met de koster en 1 of 2 lectoren die zich daarvoor kunnen aanmelden. De vieringen die zullen plaatsvinden of ja, op elke dag om 9 uur. Mensen kunnen zich in de geest daarmee verbinden. Maar ze zullen uitgezonden worden, althans op de zondag om 11 uur. En Witte Donderdag om 7 uur. Goede Vrijdag om 3 uur de kruisweg. En 's avonds om 7 uur de herdenking van het lijden van onze Heer Jezus Christus. En de Paaswaken om 9 uur 's avonds. Dus dat zijn dan de vieringen die uitgezonden worden. Van maandag tot en met zondag is elke dag om 9 uur de eucharistieviering. En ook elke dag is van 4 tot 5 de kerk open en dan kunnen mensen gewoon binnenlopen. Maar alleen als ze willen, als ze gaan zitten op de vastgestelde plaatsen. Er zijn 7 rijen gemaakt in de kerk en in het linker middenschip en het rechter middenschip zijn dan 2 plaatsen per bank, linker en rechterkant van de bank, bij de helften van het middenschip. Dus het zijn precies gemarkeerd die plaatsen waar mensen kunnen gaan zitten. Als ze naar de aanbidding komen. Dus de aanbidding kan wel doorgaan. En dat is op de donderdag willen we daarmee beginnen van 4 tot 5. Dus de kerk is sowieso open, maar dan is op de donderdag, elke donderdag is de aanbidding. Mensen hoeven zich daar niet voor aan te melden. Mensen kunnen gewoon binnenkomen, maar als de plaatsen bezet zijn, dan ja, moeten we wachten tot er weer eentje naar buiten komt. En dan kunnen mensen weer ja, dus op die plaats aanschuiven. Nou, dat zijn nogal rigoureuze maatregelen, Rudo, die zo genomen zijn. Hè? Enerzijds door de regering, het kabinet, en anderzijds ook het bisdom, wat er ook weer in moet spelen. Hè? Maar je ziet het wel veel gebeuren de laatste tijd, dat meer kerken ook digitaal uitzenden, zeg maar. Hè? Dat gebeurt steeds vaker. Ik dacht in Nederland in totaal al iets van 800 kerken gelezen te hebben die dat al doen. Ja. Dus we zijn niet de eerste daarin. Nee, hè? Nee. Dus ik kan me goed voorstellen dat mensen zich ook in deze tijd toch eenzaam voelen. En dan is het ook fijn om bemoedigende woorden te horen vanuit de liturgie van die dag. En die kan ook genezend en versterkend, bemoedigend werken. Het is goed dat wij de Heer laten spreken in deze tijd. En dat Hij ons hart kan bereiken, denk ik. Ik denk dat het heel goed is. Ja. En mensen die een intentie willen laten lezen, dat kan ook gewoon doorgaan. Dus mensen kunnen intenties aangeven. Als mensen zeggen, nou, ik wil graag een kaars aansteken, een Noveenkaars of zo. Geen enkel probleem. een mailtje of een telefoontje en het komt voor elkaar. En, ja. En daarvoor kunnen ze de koster bellen of uzelf? Ja, mensen kunnen mij bellen, mensen kunnen de koster bellen, de contactpersoon. Dus ja, dat... de eerste mis die wij op gaan nemen is zondag, aanstaande zondag. En de mensen kunnen daar vanaf 11 uur naar kijken via het YouTube-kanaal. We hopen dat er veel mensen toch de weg zo naar God weten te vinden. Ja, ja, zeker, zeker. Het is fijn als... ja... Als u ja, sterkte daaruit kunt putten en ja, dat u zich bemoedigd weet in deze situatie die, ja, dit hebben we nooit eerder meegemaakt, wereldwijd, maar ons hele leven wordt stilgelegd. En ja, dat is wel heel, ja, we weten niet hoe lang het duurt en het is heel veel onzekerheid en dan... is het goed om, ja, nu we letterlijk stil worden gelegd, om in die stilte ook de Heer te laten spreken in ons eigen leven.